een mooie festiviteit als hij juist de 400.000ste bezoeker van het kasteel van Sinterklaas, Nicky de Greef. Dat moeten jullie als organisatie ontzettend goed doen. Nou, we zijn er in ieder geval heel erg trots op inderdaad. Om 400.000ste bezoeker te mogen ontvangen is natuurlijk heel speciaal. Want daar zijn er nogal wat. Hè. Als we die gaan uittellen op onze vingers, dan zijn we wel even bezig. Ja, maar dit was toch niet van het afgelopen jaar volgens mij? Nee, we ontvangen hebben dit jaar het langste seizoen gehad van 3 weken. We hebben 27.000 bezoekers mogen ontvangen. Maar dit is inderdaad van alle seizoenen dat wij al draaien. Dat het kasteel van Sinterklaas er is in Helmond. Dus dat is nu al het 18e jaar. Met een rustjaar met corona natuurlijk. Dat ja, hoe houden jullie dat bij? Want zijn het dan de scholen die zich inschrijven? Houden jullie dat? Tellen jullie dat? Hoe moet je het? Ja, wij kunnen onze bezoekers natuurlijk gewoon tellen. Dus dat is een feit. Dus, en het is niet alleen om scholen. Het gaan natuurlijk alle bezoekers. Dus overdag krijgen wij inderdaad gewoon de gezinnen. Het gaat gewoon om alle bezoekers die er zijn. En die kunnen inderdaad worden geteld. Daar hebben we een telpiet voor inderdaad. Die ons daarbij helpt. Maar verpand is dat niet alleen scholen uit Helmond zijn die hier komen. Nee, ze komen echt van heinde en verre. Van Oosterhout, hè, dus voorbij Tilburg, tot echt in een wijde omgeving van Helmond. En dan bedoel ik ook echt heel wijd. Daar komen ze dagelijks hier, moeten ze daarvoor zich aanmelden. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, basisscholen inderdaad ontvangen wij van dinsdag tot met vrijdag in de ochtenden. En daar kunnen zij zich inderdaad voor aanmelden in het voortraject. Dus scholen die graag naar ons willen komen, kunnen zich aanmelden. En dan gaan wij kijken of we daar een plaatje voor kunnen vinden. Dus dat is allemaal op die manier geregeld inderdaad. En dan ontvangen we de groepen 3 en 4 van de scholen. En kan de Sint dat allemaal handelen? Hè? Want het zijn zoveel kinderen. Hij kent ze ook allemaal van naam. Want dat boek, dat kent hij volgens mij helemaal uit zijn hoofd. Ja, dat is de kracht volgens mij van Sinterklaas. Het is een oude man, maar de namen die zal hij niet vergeten. Dus die weet hij zeker allemaal uit zijn hoofd. En of hij het aan kan, nou ja goed, jawel. Hier krijgt hij zoveel energie van. Maar dadelijk als hij weer terug is in Spanje, kan hij natuurlijk gewoon weer lekker rusten. Ja, dus, dat tel ik eventjes door, over een jaartje of 5. Dan de 500.000ste. Ja, nou goed, het ligt natuurlijk aan een beetje aan het seizoen. Volgend jaar gaan we naar 2 weken. Het is maar net wanneer de intocht is. Die is altijd de eerste zaterdag na Sint Maarten, de 11e van de 11e. Dus volgend jaar, dit jaar hebben we 3 weken dat we een kasteel open hebben gehad. En volgend jaar gaan we terug helaas naar 2 weken. Dus dat is volgend jaar inderdaad. Dus op die manier, ja, dan kunnen we minder bezoekers ontvangen. Dus de vraag is wanneer dat zal zijn, de 500, of de 450.000ste bezoeker. Eerst nog maar eens een paar dagen genieten voordat de Sint weer naar Spanje betrekt. Wat betrek je nou, per boot of per vliegtuig? Nou, Sinterklaas betrekt gewoon per boot. Want die is natuurlijk gewoon weer in de haven ook aangekomen. Dus daar gaat hij ook weer keurig mee naar Spanje.